Met de andragogie richten we ons ook naar social work. Want die maatschappij, betrokkenheid en het eigenaarschap is wel een heel groot vraagstuk. Hè? Je bent ook master social work, hè, Marcel? Ja. Wat heb je rond dat thema eigenaarschap? Hoe zie je dat in social work? Ja. Nou ja, dat zie je op heel veel verschillende terreinen. Maar een heel belangrijk terrein is bijvoorbeeld nog steeds het dilemma tussen top-down en bottom-up. Het feit dat nog steeds heel veel zaken vanuit de overheid of vanuit organisaties aangestuurd moeten worden. Een voorbeeld is bijvoorbeeld alle jeugdigen of gezinnen in Nederland. Daar moet een gezinsplan zijn. Dat overal waar hulp geboden wordt, is dat nodig verplicht, vanuit de wet, ja, verplicht. Ja, ja. En het vraagstuk wat hierbij speelt is van hoe zorg je nu dat professionals zich daadwerkelijk kunnen verbinden met zo'n gezinsplan. Ja. En dat ze echt zeggen van nou hier kan ik mee uit de voeten, dit is bruikbaar, ondanks dat de top-down wordt ingevoerd. En nog liever dat gezinnen zeggen van hey, ik voel me eigenaar en verbonden aan het gezinsplan, want dat is waar het om gaat. Dat de klant de regie heeft over zijn eigen traject. Ja, dat ja, is de ja. bedoeling. Ja. Ja. En dat vraagstuk van verplichtingen die top-down gebeuren, mm-hmm. of management, protocollen, dat is niet alleen voor social work, dat is een algemeen vraagstuk. En dan toch eigenaarschap behouden. Ja. Hoe doe je dat? Dat is een vraagstuk eigenlijk. Precies. Ja, hoe blijf je staande? Hè? Ja. Klopt. Ja. 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 En hoe gaan we dat aanvliegen in de reeks? Ja. Nou, wat wij willen doen in de reeks is met elkaar dit soort vraagstukken onderzoeken. Aan de hand van interessante perspectieven, theorieën willen we met elkaar verkennen. Een leerklimaat creëren waarin we met elkaar dit soort vraagstukken aan de orde stellen. Ja, het is niet zo dat we alle antwoorden zomaar hebben. Zeker niet. Het gaat over echt samen zoeken en reflecteren. We gaan zelf ook veel leren. Ja, absoluut. Ja. Ja. En ik heb er nu al zin in. Ja.